Hoi, ik ben Hadewig Groelofsen. Ik woon en werk in de Klomp. Ik maak beelden, schilderijen en sieraden. Ik ben begonnen met schilderen. En ik denk dat je erin groeit. Dus nu denk ik dat ik misschien meer een beeldhouwer ben. Dus na een jaar of zeven ben ik dus met keramiek was ik al mee bezig. Ben ik van keramiek overgegaan naar brons. En op een gegeven moment leek het me ook leuk om sieraden te maken. En dat zijn dan in wezen kleine wasmodelletjes zoals deze. Dus het heeft iets weg van het maken van een bronzen beeld, want het uitgangspunt is dan ook een wasmodel, maar dan doe je alles in te klein. Dus een oog voor detail en is dan belangrijker, hè? Is ook weer leerzaam, is ook weer belangrijk voor je grotere werkstukken, dat je dat ontwikkelt. En leuk klusje voor in de winter. Het is allemaal klein en je kunt het binnen doen. Vertellen wat je zojuist gedaan hebt bij het bronzen beeld. Volgens mij heb ik met beitel en de hamer gewerkt. Dus die hele kleine luchtbelletjes, dat is nu brons geworden. Die zijn dus ontstaan in het gietproces. En omdat daar dus een luchtbelletje terecht is gekomen, is dat een heel klein bronzen puntje geworden, wat je dus zo met de beitel nog even voor doen, zo makkelijk af kan stikken. Want je wil je origineel weer terugkrijgen. Je moet ook niet scherp aanvoelen.